We hebben het in de voorgaande blues lessen gehad in, over hoe je een pentatonische vorm, hoe je een blues, 12-bar blues eruit ziet, en welke akkoorden we gebruiken. Oké, nou is het ook zo dat bepaalde technieken, die zijn echt heel veel aan de blues gerelateerd. Nou, het is niet zo dat het alleen maar per definitie aan de blues is gerelateerd, maar je hoort het wel ontzettend veel. En dat is onder andere een van de dingen die we doen, is bijvoorbeeld het benden van de snaar. Benden is buigen. Dus als we... Ik redeneer nog steeds uit de pentatonische vorm van G. Dus vandaar ga ik dus benden.